toerisme denken ze, je wordt stewardess of je gaat op een reisbureau werken of je wordt reisleider in een ander land. Maar dat zijn allemaal mbo-toerisme functies, dus daar leiden wij niet voor op. Ik vind minder leuk aan toerisme dat je meer het managementdeel krijgt en minder toerisme vakken. Wij leiden op voor eigenlijk voor managers in toerisme, dus dat kan op een inkoopafdeling zijn, dat kan op een marketingafdeling zijn van bijvoorbeeld een tour operator, maar ook van een verkeersbureau, luchtvaartmaatschappijen. Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. We zijn vorige week naar Turkije geweest als studiereis en toen gingen ook alle leraren gezellig mee uit. Ik ben dus naar Turkije geweest met de tweedejaarsleerlingen, dus ongeveer 100 studenten gingen er mee. Je hebt met heel veel afwisselende dingen te maken, geen dag is hetzelfde. En het is gewoon heel leuk om bezig te zijn met, hè, als je geïnteresseerd bent in andere culturen, andere volken, andere landen, om ook met dat product bezig te zijn in je werk. Bouwmanagement is niet echt een grote opleiding. Sommige dingen zijn een beetje knullig geregeld. Het eerste jaar loop je zeg maar in stappen, loop je het hele bouwproces door met alle organisatie die erbij komt kijken. Dus dat is het eerste jaar toch wel echt best wel algemeen. De eerste stage is gewoon bij een bouwbedrijf en dan leer je echt de baas. Zo, dus ik bedoel dat je onderaan begint, dat je dat ook allemaal meekrijgt. Ik wist dat er hier ook best wel Tesla's zaten en zo. Het is wel aardig wat bekende en ja, sowieso Haarlem en Amsterdam, dat is ook maar sowieso meer. Als je dus net als ik interesse hebt in de bouwwereld en in de organisatie en het logistieke gedeelte, alles eromheen, zeg maar, dan is dit een hele goede opleiding. Bedrijfseconomie is een hele brede opleiding. Je wordt eigenlijk opgeleid in financieel management. Nou, vooral bedrijfseconomie, bedrijfsadministratie is toch de reden waarom ik op deze school ben gekomen. Ik geef bedrijfseconomie het eerste jaar. Ik geef management accounting het tweede jaar. Dus dat zijn eigenlijk de kernvakken van de opleiding. Bedrijfseconomen eigenlijk altijd terechtkomen in een beroep waar ze veel moeten communiceren met andere mensen, bijvoorbeeld klanten. Ja, Haarlem is natuurlijk wat kleiner dan bijvoorbeeld Amsterdam, Rotterdam en dergelijke. Het is contact tussen student en docent is heel prettig. Dat is echt een van de pluspunten hier in Haarlem. Het is heel persoonlijk en dat maakt het denk ik ook al heel erg leuk. Let's go out and I can be saved. Tired that I tried to swim again. De keuzevakken, vooral wat we nu volgen in het derde jaar, heel leuk zijn. En natuurlijk ook projecten. Dus projecten horen bij elk jaar en elke periode en dat vind ik het allerleukste. Het staat voor Media Entertainment Management en studenten komen hier omdat ze graag in de praktijk bezig willen zijn, creatief willen zijn en producties willen maken. En dat kan dan op het gebied van evenementen of muziek of televisie of interactieve media. Wat ik vaak hoor van studenten is dat ze denken dat het een en al creativiteit, productiviteit is en dat ze alleen maar leuke producten hoeven te maken. Terwijl in werkelijkheid is het ook een managementopleiding. Hoe zwaar het eerste jaar kan zijn voor bijvoorbeeld exactere vakken. Hè? Dus dat je toch wel goed moet zijn in onderzoek doen en in statistiek, statistische verwerking. Maar het is dus niet zo zwaar al die vier jaar door. Hè? Het tweede jaar is eigenlijk gewoon hartstikke uitdagend wat jullie doen bij Rookie. Is wel geestelijk zwaar, misschien dat je veel energie kwijt bent. Maar het is niet zoiets van als ik gewoon maar mijn plicht doe, dan haal ik het niet of zo. Dat is niet zo. Ik denk wel dat als je naar een voorlichtingsdag gaat van de MEM, dat je dan vooral de hele leuke, creatieve, productieve kanten ziet. Nou, Rookie maakt de opleiding wel heel erg leuk, want net wat ik al eerder zei, je maakt tv-programma's met z'n allen en dat is wel heel leuk. Het is wel een lonende opleiding, je komt altijd wel ergens terecht. Ik heb IMM gekozen omdat het Engelstalig is. Ik speelde al in bandjes en ik hou heel erg van muziek. Toen kwam ik achter dat ze Rookie hadden, wat mij in eerste instantie heel leuk lijkt en dat was mijn reden om in Holland te kiezen. Het leukste van mijn klas is IMM, allemaal verschillende nationaliteiten. Rusland, Duitsland, Frankrijk, Indonesië, Zuid-Afrika.
in Holland is heel veel zelf doen. Je moet eigenlijk zelf zorgen dat je goede stageplaatsen krijgt. En zelf heel veel moeite erin stoppen.